vandaag gaan we het hebben over iets dat weer al zijn lelijke kop naar boven steekt, namelijk extreemrechtse en fascistische groepjes, en meer bepaald, Schild en Vrienden. Nu, wie zijn Schild en Vrienden? Schild en Vrienden werden opgericht vanuit een extreemrechtse meme-groep die vooral heel veel kritiek uitte op Walen, migranten, vakbonden, werklozen, andere minderheidsgroepen en de sociaal zwakkeren onder ons. Ze werden opgericht omdat de lezingen van Theo Franke een zodanige walging bij de bevolking teweegbrachten dat er linkse betogers waren die het niet eens waren met Franke. En aangezien extreemrechtse mensen vooral niet willen dat er tegengestelde meningen hun stem laten horen, vonden ze het nodig om ordediensten op te richten. Die ordedienst is Schild en Vrienden. Werd opgericht door Dries van Langenhoven. Dries van Langenhoven is studentenvertegenwoordiger aan de UGent, ex-KVHV'er, nog zo'n andere extreemrechts clubje, en ex-redacteur asiel en migratie bij Scepter, een extreemrechtse nieuwswebsite. Maar het bleef niet bij de lezingen van Theo Franke voorzien van ordediensten. Natuurlijk blijft het daar niet bij. Dylan van der Snikt, ex-ondervoorzitter van Jong N-VA, ook lid van Schild en Vrienden, zoals dat je hier op de foto kunt zien, maakte een verkrachtingsmeme waar dat een activiste van COMAC, COMAC is de jongeren- en studentenbeweging van de PvdA, waar dat dus een activiste van COMAC op verkracht werd door een illegale migrant. Hij is dat dan ook mogen gaan uitleggen op de VRT. Hij is ontslagen uit zijn functie als ondervoorzitter van Jong N-VA, omdat hij toch wel iets te verbrand was. Hij zei dan ook nog eens spijt te hebben dat hij het zo persoonlijk had gemaakt. Maar dat persoonlijk maken is ook een kenmerk van fascistische groeperingen. Om zoveel mogelijk te kunnen intimideren. Die intimidatie is iets wat we aan de lijve hebben kunnen ondervinden de laatste paar maanden. Het eerste iets waar ik persoonlijk bij was, was aan een piket in Gent-Sint-Pieters. Een piket van het openbaar vervoer, daar werd daar gestaakt. Zij kwamen daar een confrontatie uitlokken. We hebben ze vrij goed kunnen afhouden, want het is een aloude fascistische tactiek. Een confrontatie uitlokken, een linkse activist doet iets en zij zijn het slachtoffer. Maar terwijl dat zij wel natuurlijk de Ambras komen zoeken. Ze zijn dus een confrontatie komen uitlokken met non-argumenten eigenlijk. Een van die gastjes, van die visa papa fascistjes, kwam zeggen van ik kom jullie nu het leven moeilijk maken, want ik kan morgen niet naar mijn vriendin. Iets wat een non-argument is. Ik bedoel, we staken tegen deze asociale regering, tegen het besparingsbeleid dat zij aan het doorvoeren zijn, tegen de aankomende privatisering bij de NMBS en voor betere werkomstandigheden en meer aanwervingen. Dus hetgeen wat zij daar kwamen vertellen, was volledig, volledig fout. Daar komt nog eens bij, ze hebben een vlag van ons proberen stelen. We hebben ze vrij snel kunnen terughalen. We hebben ze daarna niet meer gezien. Een paar maanden later zijn ze dan nog een stapje verder gegaan. Dan zijn ze een actie aan het Gravensteen van een paar NGO's die aan het protesteren waren tegen het gesloten grenzenbeleid van de EU en pleiten voor een humaner asielbeleid, weg van de racistische retoriek die door de N-VA constant naar buiten wordt gebracht. Daar waren ze dus aan tegen protesteren. Daar is Schild en Vrienden frontaal in een aanval gegaan. Ze zijn het Gravensteen binnengedrongen, zijn vlaggen beginnen neerhalen van die activisten. Zijn die vlaggen ook beginnen verscheuren. Maar ze probeerden dat te recupereren als zijnde dat ze een actie van de Marxisten hadden tegengehouden. Nu, dat is een typische fascistische retoriek, weer al, het polariseren. En het moet ook gezegd zijn, die mensen waren van NGO's, heel goed bedoelende mensen, maar Marxisten waren het niet. Een van de ABC's van het Marxisme is zorgen dat je een ordendienst hebt, zodat dat soort dingen niet kunnen gebeuren en dat je die mannen kunt weghouden, want moesten het Marxisten geweest zijn, hadden ze het wel geweten. Nu, daarna is een social media campagne daarom begonnen. Een van de mannen die daar over aan het posten was Son of Europe. Daar zou je nu normaal gezien een foto van moeten zien. Dat is een uber-nationalist, zeg maar. Een van de uber-stormvoerders van hun beweging. Vlaams Belanglid, Jong Vlaams Belanglid, NSV'er, maakt wat YouTube-filmpjes, niet zo heel veel, maar heeft vooral een Instagram-account waar hij poseert met Vlaamse vlaggen en dergelijke. Maar dat is het eigenlijk ongeveer een beetje.
Hij is wel actief, hij schildert zijn vrienden en doet mee aan dat soort gewelddadige acties. Dus duidelijk. Ze mogen dan wel iets of wat vredelievender zijn op social media. Dat is hetgeen waar dat het dan uiteindelijk op neerkomt. Schild en Vrienden zelf heeft ook een filmpje geplaatst waarin dat ze heel heldhaftig tevoorschijn kwamen. Terwijl dat het eigenlijk gewoon een laffe daad is waar dat ze wisten dat ze niet veel tegenstand gingen krijgen, natuurlijk. Als je daarna er nog eens bij neemt dat zij degene zijn die gewelddadig zijn komen die actie verstoren. En mensen zijn beginnen duwen op de kantelen om vlaggen te kunnen eraf halen en te verscheuren. Dan zie je wie dat de echte klootzakjes en visa papa fascistjes zijn natuurlijk. Hè. Het feit dat ze dat daarna nog een keer proberen verhullen als het is allemaal fake news, is gewoon weer al nog maar eens een fascistische truc om de linkerzijde in discrediet te brengen, terwijl dat zij degene zijn die op een gewelddadige manier acties proberen verstoren. En het moet duidelijk zijn dat dat ook weer al een aloude fascistische tactiek is om de ruggengraat te breken van die mensen, om ervoor te zorgen dat er geen actie meer komt tegen dat soort racistisch beleid. En ik wil er ook nog even op wijzen dat de vlag die ze hier boven halen een collaboratievlag was van de Vlaamse beweging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dus je weet met wat voor ventjes dat we hier te maken hebben. Gewoonweg het zwartste van het zwartst. Het laatste dat ze tot op heden hebben uitgestoken is op 1 mei, hè, de dag van internationale arbeid. Ook de dag dat we de Haymarket Massacre in Chicago van 1886 herdenken. Waarbij daar heel veel arbeiders het leven lieten omdat ze voor een 8-uren dag aan het protesteren waren. Op die dag zijn ze de ABVV aan de Vrijdagmarkt in Gent binnengedrongen, hebben ze een vlag gestolen en hebben ze die later op een rituele Daesh of IS manier verbrand. Dat is eigenlijk nog een stap verder. Nu zijn ze al de vakbeweging, de vakbonden aan het aanvallen. Bewegingen die strijden voor de rechten van werknemers, die ervoor gezorgd hebben dat we een pensioen hebben, die ervoor gezorgd hebben dat we werkloosheidsuitkeringen, vakantie, degelijke ziektezorg, yada yada yada, alle sociale rechten dat we vandaag hebben zijn afgedwongen door de organisch gegroeide vakbonden, door de mensen die daarin zaten. We weten al langer dat er bij de N-VA mensen zijn die bepaalde connecties hebben met neofascistische, fascistische, reactionaire, antisemitische, islamhatende en zo verder groepjes. Waarmee dat ik niet wil zeggen dat de N-VA een fascistische partij is. Nee, het is een partij van het kapitaal die niks anders kent dan besparen en besparen en cadeaus geven aan een rijke elite van investeerders en aandeelhouders. Maar er zijn wel personen binnen de N-VA die een neiging hebben naar het fascisme. We gaan beginnen met mensen die niks te maken hebben of toch weinig te maken hebben met Schild en Vrienden. Maar ik wil er wel op wijzen dat Schild en Vrienden op zomerkamp geweest is in het klooster van Maleise. En het klooster van Maleise bekend staat om zijn nogal reactionaire verleden en heden, zoals dat we dat dan zouden kunnen zeggen. Het is de thuisbasis van Pius X, of Pius X, gelijk hoe dat je het wilt uitspreken, een oer-katholieke sekte die zich baseert op de Mechelse catechismus uit de 17e eeuw. Dus ik denk dat het niet echt conservatiever kan dan dat. En de eerste persoon dat ik wil aanhalen, die ook vaak in het klooster van Maleise komt, is Chris Roman. Chris Roman is een bekende neofascist die banden heeft met extreemrechtse Russische politici, al wapens is mogen gaan testen op Russische legerbasissen en hier doodleuk handjes staat te schudden met Zuhal Demir, Johan van Overtveld en natuurlijk, hij mag niet ontbreken, Theo Francke. Een tweede persoon, en nu wordt het wel gortiger, is de zoon van onze minister van Binnenlandse Zaken, ook N-VA, Jan Jambon, namelijk Wouter Jambon. Wouter Jambon is iemand die ook vaak kan en kon gespot worden in het klooster van Maleise. Was ook bestuurslid van de VZW's daar. En is een ex-KVHV'er,
ex-presies van de KVHV, die op zwarte kantussen vaak naziliederen zong en voordroeg uit Mein Kampf. Nu, het is duidelijk dat onze minister van Binnenlandse Zaken enorm tegen extremisme is, maar als het extremisme zich in zijn eigen huishouden bevindt, wordt daar met geen woord over gerept. De laatste twee personen waar ik iets wil over zeggen, zijn actief in regio Aalst, in de stad Aalst. De eerste persoon is Karin van Overmeijeren. Nu, Karin van Overmeijeren is vrij bekend, maar voor de mensen die niet weten wie dat is, wil ik het wel nog even herhalen. Karin van Overmeijeren is een ex-Vlaams blokker. Schreef mee ook aan het 70-puntenplan. Is overgelopen na het electorale succes van de N-VA. Is hij overgelopen van het Vlaams Blok naar de N-VA, waarin dat je eigenlijk al meteen de opportunistische extreemrechtse krachten ziet die bij de grootste rechtse partij toch wel willen aansluiten. En die eigenlijk de basis gevormd hebben voor een extreemrechts clubje binnen de N-VA. Hij is waarnemend burgemeester nu geweest in Aalst en dat kenmerkte zich meteen door een massale politieaanwezigheid op een rouwstoet voor een 6 maand oude baby die overleden was in een crash. Daar waren meteen robocops en waterkanonnen aanwezig. Heel veel mensen in Aalst wisten niet wat dat er aan het gebeuren was. Maar natuurlijk, het waren mensen met een zwarte huidskleur. En de N-VA is pro in het verdelen van de mensen. Dus het zijn mensen met een zwarte huidskleur. We gaan enorm veel politie inzetten en een waterkanon inzetten. Want je weet nooit wat er gebeurt. Waardoor dat je eigenlijk een kloof krijgt tussen de zogezegd autochtone en allochtone bevolking van Aalst. Maar ja, oké. Die mensen hebben ook gewoon recht om te protesteren. Om te kijken wat er gebeurd is. Wat er gebeurd is met een baby. En om ervoor te zorgen dat dat niet politiek gerecupereerd wordt door racisten. Zoals Karin van Overmeijeren. Is nu geen waarnemend burgemeester meer, maar hij is wel enorm veel te zeggen natuurlijk in de gemeenteraad. Maar gewoon nog even om te schetsen wat dat de originele eigenlijk extreemrechtse intake van N-VA was. Dan weg van eigenlijk de extreemrechtse volksuniekrachten die mee N-VA gevormd hebben. Laatste persoon, en dat is om eigenlijk te kaarten wat dat de nieuwe extreemrechtse krachten zijn, die zich ontwikkelen binnen de N-VA, wat dat toch wel veel gevaarlijker is nog een keer, omdat we die niet kunnen linken aan een fascistische partij zoals het Vlaams Belang of het Vlaams Blok vroeger. Dat is een student, Stijn Everaert uit Herdersen, staat op plaats 22 bij de gemeenteraadsverkiezingen voor de N-VA, wordt beschreven op de pagina van de N-VA, of op de website van de N-VA, als een ideoloog, wat dat extreemrechtse taal is voor iemand die echt een hardliner is in de extreemrechtse ideologie en het racisme en het fascisme natuurlijk. Is lid van Davidsfonds en dergelijke. Maar van daaruit kun je niet echt afleiden. Of je zou zeggen, oké, er is niet echt iets mis. Maar hij is ook lid van de Nationalistische Studentenvereniging, NSV, en van Schild en Vrienden. Nu, de Nationalistische Studentenvereniging heeft voorbij in maart ook nog een pro-apartheidsmars georganiseerd in Gent, waar dat wij tegen betoogd hebben, waar dat we met dubbel van hun betogers waren, waar dat Schild en Vrienden ook nog een keer een aparte groepsfoto genomen heeft, waar dat ze met 60 man aanwezig waren om te tonen van, kijk, wij zijn wel de new kids on the block, het identitaire, het elitaire eigenlijk, weg van het bierfascisme van NSV geweest, die waren daar ook op aanwezig. Ja. Als je dan weet dat er liederen gezongen werden vanuit apartheidstijd, en wij voor jou Zuid-Afrika en dergelijke, dan weet je wel waar dat je aan toe bent. En hij is daarnaast ook, zoals ik zei, ook nog een keer lid van Schild en Vrienden, maar hij probeert dat zo weinig mogelijk naar voren te brengen. Als de NSV iets doet, bijvoorbeeld de Zwarte Pietenactie in Aalst vorig jaar, is hij niet aanwezig. Dat is zijn compagnon, Joni de Smet, die dan wat versterking krijgt uit Gent en uit Antwerpen, om die actie te organiseren. Maar hij zelf gaat daar niet aan deelnemen om hem niet te verbranden. Dat wil niet zeggen, in grotere groep is Stijn Everaert wel aanwezig. Hij was aanwezig als ordendienst of stoottroep van Theo Franke. En er zijn nog een paar andere foto's waar je wel degelijk kunt zien dat hij Schild en Vrienden is. Maar het moet duidelijk zijn dat dus eigenlijk een nieuwe stroom is van extreemrechts die zich aan het ontwikkelen is in de schoot van de N-VA.
En wel enorm aan invloed aan het winnen. Als je bedenkt dat een N-VA elke progressieve beweging zoveel mogelijk de mond wil snoeren. Theo Franke die zegt tegen academici, als ze pleiten voor een humanere behandeling van de ouders van Mauda, die zegt van, gaat als een boemerang in uw gezicht terugkrijgen. Dat is daar één voorbeeld van. Het feit dat een N-VA vakbondsmensen probeert te vervolgen in Antwerpen, omdat ze gestaakt hebben. Er was geen probleem totdat de politie hardhandig de stakingspost probeerde uit elkaar te slaan. Er was geen probleem daarvoor, die mensen waren zelf het verkeer aan het regelen en zo. Er waren geen incidenten gebeurd en toch gaat een N-VA, Bart de Wever, met een bottenbijl door en nu probeert hij die mensen nog een keer te vervolgen ook. Als je dat dan linkt aan Schild en Vrienden die vakbondsvlaggen gaat stelen en in brand steekt die acties gewelddadig gaat proberen uit elkaar slaan die voor een humaner asielbeleid zijn tegen het racistische discours in van Theo Franke. Het is gewoon duidelijk dat wat dat zij doen niets meer of niets minder is dan gewelddadig het asociale en racistische beleid, de verdeel- en heerspolitiek van deze regering, probeert te verdedigen. Als je bedenkt dat vorig jaar 221 miljard euro versluist werd vanuit België naar belastingsparadijzen, dan weet je waar dat de parasieten zich bevinden. En die parasieten zijn niet vluchtelingen, zijn geen mensen die geen werk vinden, zijn niet langdurig zieken. Nee, die parasieten zijn een rijke elite die alles in het werk stelt om zijn winsten te verdedigen op de kap van de gewone bevolking. En het feit dat die stoottroepjes proberen te beweren dat ze voor de gewone Vlaming zijn, is gewoon een flagrante leugen. Zij verdedigen niks meer dan het beleid van deze regering, het asociale beleid, het racistische beleid, het beleid voor de 1% tegen de gewone Belg of Vlaming of Waal of whatever. Dat is hetgeen wat dat zij zijn. Dat ze geen anti-establishment kracht zijn, kan ook nog eens aangetoond worden door het feit dat Siegfried Bracke het artikel met Dries van Langenhoven in De Morgen, waar dat Dries vooral sprak over het feit dat hij niet masturbeerde, waarom wij dat moeten weten, dat weet ik niet, gelukkig. Maar Siegfried Bracke noemde dat artikel heerlijk uitdagend. En natuurlijk noemt hij het heerlijk uitdagend. Ik bedoel, Dries en zijn visapapa-fascistjes vervullen gewoon een taak binnenin deze regering, namelijk de taak van elke vorm van protest, gewelddadig de kop te proberen indrukken en de zwarte schaappolitiek verder te voeren. Dan kan ik nog een paar dingen aanhalen, zoals Laurens de Kok of Son of Europe, zoals dat hij zichzelf op Instagram en op YouTube noemt, die het jammer vindt dat ze niet vermeld werden als de stoottroepen van Theo Franke in een filmpje dat over hen gemaakt werd. Daaraan zie je nogmaals wat dat ze verdedigen. En de problemen die dat we nu zien in onze samenleving, de sociale, politieke, economische problemen in deze samenleving, gaan niet opgelost worden door een zwarte schaappolitiek, gaan niet opgelost worden door een verdeel- en heerspolitiek. Nee, dat kan enkel maar opgelost worden door een economie die produceert voor de behoeften van mensen en niet voor de winsten van een rijke elite. En dat is een progressieve oplossing, weg van het kapitalisme en al zijn wantoestanden. Maar dat is hetgeen dat zij niet willen inzien, hetgeen dat zij verwerpen, en gewoonweg alles steken op vluchtelingen, werklozen, minderheidsgroepen en mensen die geen macht hebben over de situatie zoals dat ze is. En daarmee enkel maar de belangen van een rijke elite verdedigen. Maar daar ga ik het vandaag bij laten. En ik wens jullie nog een prettige dag verder en tot de volgende keer. Nee!